2014 is een belangrijk jaar geweest voor de Vlaamse advocatuur. Op initiatief en onder bezieling van Edward Janssens, bestuurder deontologie, in samenwerking met de bevoegde commissies en de algemene vergadering kon het gerechtelijk jaar op 25 juni worden afgesloten met de stemming goedkeuring van de Codex Deontologie voor advocaten. Voortaan geldt er één Codex voor alle Vlaamse advocaten. Een deontologie, zowel in Overijsse als in Meereijsse, in Burgt en in Zwijndrecht, die vroeger andere arrondissementen waren, met ieder soms toch zijn eigen regels. Die codex bevat alle bepalingen van de vroegere Nationale Orde, de reglementen ook van de OVB, maar ook nieuwe definities specifiek over de onafhankelijkheid van de advocaat en over het beroepsgeheim, om er enkele te noemen. Men kan zich de vraag stellen, waarom heeft een advocaat een eigen plichtenleer, een eigen deontologie nodig? Er zijn diverse redenen. Een eerste is bijvoorbeeld het feit dat de advocatuur over vrij veel rechten beschikt. Meer dan een doorsnee burger. Een advocaat wordt geacht zijn cliënt te vertegenwoordigen, men zal zijn mandaat zelden of nooit in vraag stellen. Dat betekent bijvoorbeeld dat een cliënt zijn advocaat kan contacteren... Met de vraag voor hem naar de rechtbank te gaan en daar akkoord te gaan met de vordering van een andere partij en te zeggen dat men hem mag veroordelen, mits hij gedurende een bepaalde tijd mag afbetalen. Dat zijn zeer ingrijpende beslissingen die hij kan nemen. Hij kan onderhandelen namens zijn cliënt en namens zijn cliënt akkoorden afsluiten. Een tweede reden voor de eigen plichtenleer is dat een advocaat voor een groot deel in conflict situaties terechtkomt. Dat hij een regulerende factor is in het conflict gebeuren. Cliënten hebben vaak zeer emotionele redenen om te komen tot een geschil, tot een ruzie. Dat moet op een beheerste en door onze maatschappij aanvaarde manier gebeuren. En daar heb je dan ook extra regulering voor nodig. Want de advocaat wordt vaak beschouwd als het schild waarachter de cliënt dan maar. Naar hartelust oorlog kan voeren, maar daar zijn uiteraard ook grenzen aan. Ook dat moet kunnen geregeld worden. Het systeem moet overeind kunnen blijven. Een derde regel is het feit dat de overheid de enige is die reglementeert, behalve dan bij deontologie, maar de overheid is vaak ook een partij in de zaak en zou dus wetten, reglementen kunnen maken die de rol van de onafhankelijke advocaat eigenlijk gaat ondergraven. En daar zijn tal van voorbeelden voor. Ja, de onafhankelijkheid van de advocaat, de absolute onafhankelijkheid, is een waarborg dat hij vrij kan pleiten, de rechtspositie verdedigen van zijn cliënt, ook tegenover de overheid, tegenover de staat, zoals het openbaar ministerie of de rechtbank. En die onafhankelijkheid wordt nu ook gedefinieerd in de nieuwe codex deontologie voor advocaten. Ook zo het beroepsgeheim. De deontologie en in het bijzonder de onafhankelijkheid en het beroepsgeheim zijn werkelijk onderscheidende criteria die de advocaat anders maken dan de consultant, dan de bedrijfsjurist of dan andere spelers binnen dezelfde vijver. Dus de advocaat, soms aangevallen door de wetgever of door de uitvoerende macht, heeft een absoluut beroepsgeheim. Ook zo beschermd door het Grondwettelijk Hof. Die plichtenleer waarover werd gesproken, die plichtenleer heeft natuurlijk ook, het woord zegt het, plichten met zich. En die plichten worden dan specifiek behandeld en gesanctioneerd door de tuchtraden. De tuchtraden, die ook recent werden hervormd, werken nu op het niveau van het ressort. Het ressort is het rechtsgebied van de hoven van beroep. Een tuchtraad wordt voorgezeteld door een kamervoorzitter die ooit stafhouder is geweest en bijgestaan door vier assessoren, advocaten die ooit lid van de raad van hun lokale orde zijn geweest. Eén advocaat is secretaris, neemt niet deel aan de debatten, maar zorgt voor de hele administratie van de zittingen zelf. Uiteraard is er ook iemand die vervolgt, en dat is in principe de stafhouder. De stafhouder die wanneer hij wil overgaan tot dagvaarding van een advocaat, nadat hij een onderzoek heeft gevoerd, zich daarvoor wendt tot de voorzitter van de tuchtraad. Dat is degene die het dossier dan laat brengen voor de tuchtraad met bepaling van de datum en de plaats waar het dossier wordt behandeld. De stafhouder is aanwezig op de zitting, eventueel de voorzitter van de tuchtraad als hij zelf een initiatief neemt. De stafhouder of de voorzitter van de tuchtraad vorderen geen straf. Ze maken een verslag waarbij ze de feiten opsommen en de bepalingen aangeven waarvan zij menen dat die overtreden zijn. De advocaat zal zelf verschijnen zonder toga, liefst bijgestaan door een eigen raadsman, want ook daar is het nuttig van een objectieve, onafhankelijke verdediger te hebben. Men krijgt daar het woord, men kan het pleiten. Er worden eventueel vragen gesteld. En uiteindelijk zal de Tuchtraad zich terugtrekken, praatslagen en meestal op een maand een sententie uitspreken die kan gaan van vrijspraak tot de eventuele schrapping van de betrokken advocaat. Er zijn regelmatig zittingen en er worden wat ons beroep betreft toch tientallen dossiers behandeld uh, per jaar. Met allerlei mogelijke uitspraken tot gevolg. Er is uiteraard ook mogelijkheid om verzet of beroep aan te tekenen tegen deze sententie. De bepalingen over de tucht staan niet in de Codex deontologie, maar die zijn vervat in het gerechtelijk wetboek. En in de reeks duiding deontologie-advocatuur is het erg nuttig dat eerst de bepalingen van het gerechtelijk wetboek Boek 3 Bali worden besproken en geduid. En aanvullend de bepalingen van de Codex Deontologie. Dus gans de plichtenleer, zowel die van het gerechtelijk wetboek als die van de Codex Deontologie, wordt vakkundig geduid in het nieuwe handboek.